Welkom terug aan boord bij Drifter 22 Dolce Bella. Het is vandaag donderdag 28 mei 2015. En vanuit de beschutte kajuit, laten we zeggen de cabin van Dolce Bella, waar wij een stormpje uitrijden op de zuidoostkust van Islay. En dat doen wij op de westkust tussen de Ardmore Islands en Islay. Heeft cruiser longboat Malmok een ander ankerplekje gevonden? Wat veel mooier was, want daar waren namelijk allerlei tientallen zeehonden. En wat er niet meer zijn. Paraat. Nou ja, die waren hier ook. Alleen Malmok heeft daar in totale solitude van kunnen genieten. Maar het is nu, als ik even kijk, een uur of zes, bijna laagwater. En Malmok sluit zich aan bij de vloot van een schip of drie die hier de storm hebben uitgereden. Het is een ontzettend beschut plekje met een prachtig uitzicht. Het enige wat we zien, maar nu op dit moment in de regenbuien aan ons zicht onttrokken, is het licht van de eilanden. Maar toen we hier gisteravond aankwamen, ook ongeveer rond deze tijd, was het erg handig. Omdat rond laagwater de meeste... Oh, u hoort het. Dat soort dingen zichtbaar zijn. Klonk klonk, dat is eigenlijk altijd bingo en zwaard omhoog. Maar vaak is dat eigenlijk ook alweer te laat. Want dan zit je er al bovenop en moet je gewoon de billen samenknijpen dat de rotsen gewoon alleen maar te zwaarder raken en niet de gevoelige romp van het bootje. Malmok kruist rustig naar de bij en dat is de schipper wel toevertrouwd. Het is een metertje water hier. Je ziet bij Dolce Bella liggen de zonnepanelen vrolijk te laden. Goedemiddag Malmok. Ja, het is een metertje water ongeveer. Oei, dat is jammer daar. Oh, hij gaat precies boven een rift en anker. Waar wiet ze? Nou, dat hoekje, ik ben even gekeken, maar het is gewoon een open baai en het is helemaal op de west-oost. Dus, niet zo beschut? Nee, het loopt op de bonding. Ik wilde even kijken daar. Maar... Nou, je hebt een mooie regenboog meegebracht. Zichtbaar is, maar... Oh nee! Ik hoor net dat de helmstok van Malmok het begeven heeft. Heb je hem al kunnen maken? Malmok ligt, zoals u ziet, recht boven het rif. Gelukkig is dat altijd enigszins beschermd door begroeiing. Dus meestal stuit dat het zachtjes terug als je dat rustig aandoet. Maar je kan er ook rustig van afroeien natuurlijk. Dat is de schipper van Malmok wel toevertrouwd. Dat heeft hij vaker gedaan. Ik zal nog heel eventjes laten zien wat zich hier in de omgeving bevindt. Namelijk, daar ligt ook beschut tegen de westenwind. Whisper of Sinar. Waar Tom net ook eventjes naar buiten komt. Het zonnetje is het heerlijk, maar
En daar ligt ook Batir. Dit was Drifter 22 Doeltje Bella. Drifter 22 Doeltje Bella. Uit. Maar het ligt dan wel heel mooi hoor, daar op het plekje. Ik heb eens even gekeken, maar ik zag hier ook al tientallen zeehonden liggen.